Ja, ik krijg van heel veel mensen de vraag, ik ga even niet alle namen noemen, want er zijn heel veel. Of dat ik mijn ogen eruit wil halen voor de camera. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik ben Marina en ik ben blind, maar ik ben niet gehandicapt. Like en subscribe en welkom bij weer een nieuwe hashtag Vraag Me Raak video. Hallo mensen, ik weet het is echt lang geleden, maar ik heb niet altijd veel tijd voor een Vraag Me Raak video, want dat neemt heel veel tijd in beslag. Ik ga zo snel mogelijk beantwoorden. Als eerste is even, ik weet niet of die hieronder is gesteld, maar ik doe hem gewoon altijd aan het begin. Hoe mijn computer werkt, want dit is mijn computer. Je ziet alles hier, gewoon de letters. En er zit een brei, deze nog aan vast, en dat is met een touwtje. En ik leer natuurlijk brei, ik heb blind leren typen, spraakgebrek. Ik heb dus blind leren typen, maar dat is best logisch als je niks ziet. En ja, alles wat jullie hier zien, zie ik hier. Dus laten we maar beginnen met de eerste vraag. Rihanna Geunis, sorry als ik het niet goed uitspreek, vraagt, kun je huilen? Ja, ik kan wel huilen, alleen jullie hebben natuurlijk hele grote tranen. Die van mij is niet zo groot, mijn traanbuizen zijn zeg maar beschadigd, dus die van mij komen niet zo ver. Maar ik kan wel huilen. Doet het pijn zonder kunstogen? Nee, ik vind het eigenlijk fijner, want ik weet niet, dat vind ik fijner. Ja, ik vind het allebei fijn, maar ja. Doe jij je ogen... Oh, doe jij je ogen dicht als je slaapt? Ja, doe ik. Maar niet helemaal. Voor mij kan je nog een klein spleetje zien. Maar ja. Melissa de Vrome vraagt, waarom spreek je telefoon zo snel? Nou, mijn telefoon die praat heel snel, omdat... ik weet niet, vind ik fijner. Hij gaat ook steeds sneller. Je hebt 100%. Ik weet nog wel, toen ik nog maar 60% had. En nu zit ik al op de 85% met hoe snel hij praat. En ja, pas had ik de 100% aanstaan en toen had ik het helemaal niet door. Dus ja, het is echt erg. Ik vind het trouwens wel heel lief dat jullie altijd van die reacties plaatsen met... Ja, ik heb heel veel respect voor je en zo. En ja, dat vind ik echt heel lief van jullie. Random Girl die vraagt... ik heb een vraagje. Als ze je ogen niet uit hadden gehaald, toen je oogkanker had, zou je dan doodgaan? Doordat ze mijn ogen eruit hebben gehaald, hebben ze ook de kanker weggehaald. Dus als ze het erin hebben laten zitten, kan het zeg maar tussen, door mijn oogzenuwen naar mijn hersenen gaan. En ja, dan is de kans wel een heel stuk groter. Maar bij sommige mensen, wel veel mensen denk ik, is het gewoon goed gegaan. Hebben ze gewoon de kanker kapot gemaakt, waardoor het oog wel gewoon erin kon blijven. Maar ja, bij mij dus niet. Nou, Kira Charlotte die zegt, als nou bijvoorbeeld een foto van mij op het internet komt en ik zie natuurlijk niet hoe ik erop sta, of dat ik er leuk op sta of niet. Ze vroeg, ja, hoe doe ik dat dan? Maar ja, ik sta natuurlijk elke dag op YouTube. Dus mij gaat niet meer uit dat mijn haar wel goed zit of weet ik veel. Dus ja, ik vond het wel een leuke vraag eigenlijk. Maar nee, maar maakt niet zoveel uit of dat mijn haar niet goed zit, want ja, ik zit toch elke dag op YouTube. Dus ja. Helene Ziggy, als ik het goed uitspreek, vraagt... Welke kleur denk je dat een banaan heeft? Ik denk dat een banaan wit is. Nee, joh, grapje. Ik weet dat bananen geel zijn. Maar ik vond het echt een hele leuke vraag. Nou, ik krijg van heel veel mensen de vraag. Ik ga even niet alle namen noemen, want er zijn heel veel. Of dat ik mijn ogen eruit wil halen voor de camera. Maar als je naar Google gaat en je zoekt op hoe iemand eruit ziet zonder ogen, een blind iemand, kan je ook gewoon genoeg vinden. Dus ja, ik wil dat liever niet doen. Jullie kunnen het gewoon opzoeken. Nou, Olly X Roos, vraagt hoe lees je boeken? Nou, ook in braille. Dat wordt meestal gewoon uitgeprint, zeg maar, in braille. En dan kan ik dat lezen. Of meestal doe ik gewoon luisterboeken, want dat vind ik gewoon fijner of zo. Maar dat gaat sneller. Maar ook gewoon in braille. Alicia van den Bos vraagt, is het niet moeilijk om niet te kunnen zien waar je loopt en doet en bent en zo, maar... Op zich, ik weet natuurlijk nooit zo goed waar ik ben, maar het is niet heel erg of zo. En ze vroeg zo van, hoe kan je dat verstaan als je telefoon zo snel praat? Ja, dat weet ik ook niet. Ik versta het gewoon. Robin Klinkman, zoiets, vraagt 1 dag geleden. Wojo. Hoe bewegen je ogen? Als ik het goed zeg, zitten er 3 of 4 spiertjes in je ogen, zeg maar. En die zijn bij mij teruggezet aan een bolletje bindweefsel. En daardoor kunnen mijn ogen gewoon zo heen en weer kijken. Oké, maar ze kunnen niet meer van boven naar beneden, alleen als ik dit doe, kijk.
Oh, even inzoomen. Dan wel, maar anders niet. Hé, hey, hier is ook nog geen hart. Dat vind ik gemeen. Nina Schotpoort die vraagt, hoe trek je je kleren aan? Nou, ik heb, ja, meestal dan zit het labeltje achter. Dus ja, en je voelt ook wel bijvoorbeeld, hier staat dan een printje op mijn shirt. En dan weet ik gewoon precies hoe ik hem aan moet trekken, zeg maar. En bij je broek zit ook een labeltje achter of hier dan touwtjes voor, kijk. Hoe ga je daar te lopen zonder je ouders? Nou, ik doe nu al heel veel. En eigenlijk, ik krijg ook een hond, een linnengeleidehond. En ik heb al een stok, maar daar loop ik ook bijna nooit mee. Maar ik vind het zelf nog geen groot probleem om zonder iemand te lopen of zo. Maar het zijn vooral de andere mensen die daar een groot probleem van maken. En heb je broer of broertjes, zus of zusjes? Nee, niet. Nee, geen echte. Nina Schoppert vraagt ook nog, en je haar, doe je dat zelf? Ja, dat heb ik wel zelf gedaan. Het lukt wel. Alleen om het echt even mooi te krijgen, dat ligt niet omdat ik blind ben of zo. Want iedereen heeft natuurlijk wel eens, als een staart niet helemaal mooi lukt, dan laat ik mijn moeder gewoon doen. Want ja, dan ben ik gewoon te lui. Ik ga ook van heel veel mensen vragen hoe ik naar school ga. Nou, soms ga ik met de auto, maar ik ga heel vaak met mijn vriendinnen achterop of zo. En soms ga ik ook fietsen met mijn vriendinnen achterop. Maar dat gaat niet altijd goed. Maar ja. Hoefjes Kiki vraagt, wat is je lievelingspony van Manege? Nou, ik rijd nu niet meer op de Manege, maar ik vind Ferro en Gizmo en Jasmine en Dancer allemaal wel echt heel leuk. Luca Loves Horses, die zegt, hoi Marina, hoe ga je met je blindheid om? Nou, eigenlijk gewoon niet zoveel erbij nadenken of zo. Ik ben ook gewoon iemand en ja, je leeft maar één keer, dus ja, je moet wel een beetje blij in zijn, want ja, je kan toch niet meer veranderen. Julia Galbar Xi zegt, doet het pijn om je ogen erin te doen? Nee, alleen soms die randjes die gaan dan zeg maar zo een beetje zo in je oog prikken, maar nee, dat voor de rest doet geen pijn. Nou ja, zeg maar als je hem er verkeerd in doet, dan ligt dat op je oog die er niet is, zeg maar op dat onderste bindweefsel. Dat doet wel pijn, maar erin doen doet geen pijn. Kato Lambrechts die vraagt, weet je trouwens hoe je uitziet? Trouwens, je ziet er super mooi uit. Je ziet er super mooi uit. Oké, dankjewel. Ja, ik weet hoe ik uitzie. Ik heb donker blond haar, lichtblauwe ogen. Ik weet niet. Bolle wangetjes. Niet zo groot. Ja, dat is het. XMA8XX die vraagt, hoe stel je alles voor? Nou, dat is eigenlijk niet uit te leggen aan iemand die wel kan zien. Dat is echt heel moeilijk uit te leggen. Ja, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen. Nee. Pink Violetje MSP, die vraagt, hey Marina, wat wil je graag voor één dag? Nou, ik kan wel zeggen, ik wil graag voor één keer zien. Oh, ze zegt nog XXX Nora. Dankjewel Nora. Nou, ik kan wel zeggen zien, maar ja, misschien ben ik er nou wel heel teleurgesteld dat ik niet meer kan zien ofzo. Dus ik denk niet dat ik voor dat ga. En anders weet ik het eigenlijk niet zo goed wat ik nou echt voor één dag wil. Ik heb al zoveel. Nee, grapje, maar ja, ik ben niet zo ontevreden ofzo. Ik weet niet. Ja, nee, ik weet het niet zo goed. Roelof Muller, die heeft echt een hele leuke. Dus net als wat wij zien met onze buik, zie jij met je ogen. Ja, dat klopt. Dus wat zien jullie met je buik? Niks, want jullie kunnen niet zien met jullie buik. Nee, en ik kan niet zien met mijn ogen. Dat vind ik echt goed. Die ga ik altijd gebruiken. Nou, dankjewel Roelof. Ik ben er erg blij mee. Wacht, ik geef je gelijk een hartje. Oh, ik verwijder hem weer. Oh, je hebt weer een hartje. Ik krijg ook best veel de vraag waarom ik mijn ogen er niet uit wil halen. Dus ik vind het niet fijn, omdat, ja, gewoon. En in die horrorfilms zie je heel vaak mensen zonder ogen. Maar dan zie je allemaal rood en weet ik veel. Helemaal zo. En zo ziet het er totaal niet uit. Dus dat doen ze gewoon. Dat ziet er gewoon niet zo uit. Dus ga daar niet aan denken. En daar wil ik niet mee vergeleken worden. Dus ja, dat vind ik gewoon niks. Vera Pronk die vraagt, voel je je ogen zitten? Dan let ik eigenlijk nooit op. Ja, het voelt wel anders. Je voelt ze wel zitten. Ja, maar ja, ik weet niet hoe je het bedoelt. Ja, moeilijk uit te leggen. Maar je voelt het altijd wel. Nou, Jennifer Pumelaar, die zegt, die vraagt, is er wat beschadigd waardoor je ogen eruit zijn gehaald? Nou, waarschijnlijk bij een nieuwe volger. En ja, ik heb dus oogkanker gehad, zoals je hebt gehoord. Dus ja, daarom moesten ze eruit.
heb je nep ogen die vorm? Nou, ik zou ze gelijk even laten zien. Anders past het natuurlijk niet in je ogen. Kijk, ze zien een beetje... Wow. Dag. Dat is mijn rechter. Dat zijn mijn vorige, volgens mij. Kijk, want hier zit zo'n dingetje en dat past dan zo precies hier in je oog. Laat nog eens zien. Nee, die je in je hand hebt. Leg maar even op mijn hand. Kijk, en dan de andere kant. Het lijken net een beetje theelepeltjes. Ja, ik zou er zo mee kunnen scheppen. Misschien een stiltje. Hè, hier zit de hele afdrukken van dat oog. Ja, hier. Oh. En waarom heb jij nog geen 1 miljoen, waarom heb je nog geen miljoen abonnees? Dat weet ik ook niet, dat moet je aan. Weet ik voor wie je vragen. Dan moet je iedereen gaan zeggen dat ze moeten abonneren. Dan heb ik wel 1 miljoen abonnees. Nou ja, dat moet wel heel snel gaan opeens. Oh, je camera viel. Die krijgt gewoon niet een hartje. Zo. Esmeralda K. vraagt, hashtag vraag me raak. Kom je volgend jaar weer naar de open dag van Dordtse Manege als dat kan? Zou ik heel graag, ja, dat zou ik echt heel leuk vinden. John? Nee, vast. Ja, als het van John mag wel. En dat mag denk ik wel. Dus ik denk het wel, ik hoop het. Dat duurt nog wel lang. Skinny YouTube die vraagt, toen je jong was, 3 was, wacht even, lezen. Toen je jonger als 3 was, toen heb je wel altijd nog gezien. Maar heb je toen ook goed gezien? Nee, ik heb dus echt al sinds baby of aan, sinds mijn geboorte al die ziekte in mijn oog. Dus ik heb nooit echt goed gezien. En dan schrijf ze nog achteraan. PS, je bent echt mijn favoriete YouTuber. Dank je. Martijn Habraken die vraagt, Marina, ik heb een vraag. Welke sport doe jij het liefst? Paardrijden. Dan toch wel. Ja. Inge Danenberg die vraagt, als je weer zou kunnen zien, maar je mocht maar 1 ding zien, wat zou dat dan zijn of wie? Die vraag krijg ik heel vaak, maar dat vind ik zo moeilijk, want ik weet niet wat of wie ik zou willen zien. Zeg maar, als ik gewoon alles zou kunnen zien, zou ik gewoon alles willen zien. Zeg maar, waar ik woon, school, weet ik veel. Alle paarden, ponies, mijn vriendinnen, mijn familie, weet je wel. Kai en al die, iedereen, versie star, weet je. Maar ik vind dat zo moeilijk om daar maar 1 ding uit te kiezen. Ja, dat weet ik niet. Inge Danenberg die vraagt ook, hoe leer je voor een toets? Deze allemaal boeken staan hierop. Nou, in dit geval niet, maar meestal staan allemaal boeken erop. Maar ik heb een boek van Duits nog niet, maar oké. Maar ja, dan kan ik dus gewoon leren. Dus ja. Mensen, het is een beetje een lange video geworden. Deel 2 zien jullie morgen. Joehoe! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer ook even allemaal op mijn kanaal. En de volgende vraag die je hebt, zet die dan onder de nieuwste Vraag Me Raak video. Joehoe!